YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik rood ben voor een 10. Ik ben een aardbei. En over rood gesproken, vandaag speel ik als rood. En dat allemaal om zijn verhaal te vertellen. Waar zijn we eigenlijk? Ah, wacht even, dit ken ik. Dit is de Rainbow Friends map. Ik heb het al een paar keer verteld. Maar veel mensen denken dat rood eigenlijk een mens was. Maar hoe is die dan van mens naar dit gegaan? Daarvoor moeten we terug naar de tijd dat rood... Wat gebeurde daar? Naar de tijd dat rood altijd bezig was met wetenschap. Wanneer mensen in zijn klas propjes aan het gooien waren, gingen buiten spelen of naar de bioscoop wouden, was rood bezig met allerlei experimenten. Ik bedoel, het begon klein. Een eigen lucifer maken, een aardappeloplader. Ja, serieus, dat je je telefoon kan opladen via een aardappel. Ik zou hem opeten, maar oké. Maar rood ging steeds verder. En terwijl hij beter werd in het doen van de gekste experimenten, begonnen mensen hem steeds meer uit te lachen. En voor alle duidelijkheid, rood was op dit moment gewoon nog een mens. Gewoon een persoon. Je weet wel, met wangen en een neus. Mensen lachten hem uit, omdat je ziet het niet vaak dat een mens meer bezig is met experimenten dan met ademen en zo. En op een dag was rood het zat. Hij was het zat om uitgelachen te worden. Mooie bilgroen. Oh, sinds wanneer is groen zo snel? En hij was het zat dat hij geen waardering kreeg voor alle ingewikkelde experimenten die hij tot een succes maakte. Dus rood begon aan zijn grootste experiment ooit. Zichzelf. Rood deed al zijn experimenten op planten, op een papier. Maar de enige manier, dacht hij, om niet meer uitgelachen te worden, om serieus genomen te worden, is als hij zelf een experiment zou zijn. En dat begon allemaal in Oddworld. De zelfgemaakte wereld van rood, zou je kunnen zeggen. Het was eigenlijk een verlaten pretpark, maar na het mixen van allerlei rode ingrediënten ontstond er een drankje. En na het drinken van dit drankje veranderde deze jongen die van experimenten en wetenschap hield in rood met zijn oog. En dat is het verhaal van hoe er een mens is veranderd in de allereerste Rainbow Friend. Maar daar stopt het verhaal niet. Want toen rood terugging naar de mensen die hem uitlachten om te laten zien dat hij nu zelf een succesvol experiment was, lachten ze eigenlijk alleen maar harder. En dat was het moment waarop rood besloot om wraak te nemen. Oh, wat is dat? Oké, dat is creepy. Dat is een koe. Dat is een enge koe. Ga weg. Moe. En wat is een betere manier om wraak te nemen, dacht rood. Door nog meer van deze wezens te maken die hij nu zelf was. En hij noemde het de Rainbow Friends. Rood was namelijk altijd al geïnteresseerd in de regenboog. Als je erover nadenkt, is dit ook een soort van experiment. Het regent, er komt zon bij. En ineens heb je die prachtige kleuren. Oh my gosh, dit is creepy. En daarbij, hij was al rood. Alles wat hij nu nog nodig had, waren de andere kleuren van de regenboog. En dat is wat hij maakte. Hij begon met groen, de allereerste Rainbow Friend. Maar rood en groen zijn niet de enige kleuren in de regenboog. Dus hij ging op. Hij ging over op oranje, zijn huisdier. En als laatste maakte hij paars. Paars was de moeilijkste Rainbow Friend om te maken. Dat is iemand die achter mij aan zit en dat vind ik niet leuk. We zitten toevallig wel in het riool en ik heb het over paars. Zal ik het dan toch maar vertellen? Nee, het is de volgende keer. Het verhaal van rood is namelijk nog niet voorbij. Want hoe was rood dan van plan om wraak te nemen met deze Rainbow Friends? Nou, als je het spel hebt gespeeld, of je hebt mij het spel zien spelen, dan zie je dat er in het begin van Rainbow Friends een schoolbus is, die dus naar Oddworld wordt gestuurd, waar rood ze allemaal in de val lokt. En waar de spelers dan eigenlijk moeten ontsnappen aan de Rainbow Friends. De mensen in die schoolbus zijn de mensen die rood vroeger uitlachten toen hij nog een mens was. Dus je hoort het goed, rood probeert alle schoolreisjes naar Oddworld te leiden, zodat de Rainbow Friends daar wachten om eng te zijn. Oh, dat is een boze koe. Sorry man, ik weet, wat wil je? Ik bedoel, moet je aaien of zo? Wil je een knuffel? Moet ik een Rainbow Friend van je maken? Ik bedoel, ik ben rood. Een koe Rainbow Friend. Dat zou best leuk zijn. Maar dat is dus het verhaal van rood. En nu komen we dus bij de lastige vraag. Dat is een mega koe. Oh, wacht koe. Is rood dan eigenlijk wel slecht? Ik bedoel, het is zeg maar niet heel aardig om de wereld over te nemen met Rainbow Friends. Maar er is dus wat voor te zeggen dat rood in het begin gewoon aardig en lief was. Hij hield gewoon van wetenschap. Maar mensen lachten hem uit, waardoor hij ervoor heeft gekozen om wat minder aardig te zijn. Moet ik opgegeten worden door de koe? Oh. Wat? Is dit het einde van de hobby? Dat is een raar einde. Ik heb nu het verhaal verteld achter blauw zijn oog. Het oog wat mist. Ik heb nu het verhaal verteld achter groen. Vandaag heb ik het verhaal verteld achter rood. Nu zijn er eigenlijk nog twee verhalen. Het verhaal achter blauw, maar dan helemaal hoe hij van knuffel naar Rainbow Friend is gegaan. Maar misschien wel de spannendste. Het verhaal achter paars. Paars is namelijk, hoe kan ik dit zeggen, de moeilijkste Rainbow Friend geweest om te maken. Hoe goed is rood in, naar beneden vallen? Heel goed schijnbaar. Hoe goed is rood in color block? Alleen dan deze keer in de modus met color ballen eigenlijk, want wacht eens even, heb ik gewonnen? Ben je serieus? Ik weet het niet zeker, maar ik zie geen andere speler meer. En de vraag is, wanneer stopt rood? Wanneer is hij tevreden? Hoeveel Rainbow Friends wil hij hebben? Want als je er zo over nadenkt, wanneer je roze en geel toevoegt, zou je kunnen zeggen dat je in ieder geval de meeste kleuren van de regenboog hebt gehad, toch? Nou, er gaan geruchten dat rood verder wil gaan dan alleen de kleuren van de regenboog. Oh, nee, ik ben gevallen. Nou, rood vindt het veel te leuk om door te gaan met het maken van Rainbow Friends. Oké, dit is het moment waarop rood zichzelf mag bewijzen. En we staan gelijk al goed. Stel voor, jij mag bepalen welke kleur
kleur de volgende Rainbow Friend wordt. En ja, het mag ook al een kleur zijn die bestaat. Stel voor blauw is jouw lievelingskleur. We weten dat er al een blauwe Rainbow Friend is, geen probleem. Dan maakt rood er nog één van blauw. Laat in de comments weten welke kleur moet hij kiezen. En oh ja, wacht even, dat is waar. Er gaan ook geruchten dat rood de manier heeft gevonden om de wereld direct over te nemen met Rainbow Friends. De grootste stad in Roblox is Brookhaven. Wat nou als rood elke inwoner van Brookhaven kan veranderen in een Rainbow Friend? En hoe hij dit wil doen? Hij wil het water in Brookhaven veranderen. Ik ben naar beneden gevallen. In de potion die hij zelf heeft gedronken om een Rainbow Friend te worden. En dit zou dan betekenen dat elke inwoner van Brookhaven zometeen een Rainbow Friend zou zijn. Zie je het al voor je? Een leger met blauw. Een leger met groen. Oranje die over de straten rent, maar dan keer 100 of zo. Ik weet niet of ik het spel dan nog wil spelen. Eigenlijk zouden we moeten proberen om rood te laten zien dat hij niet zo'n gemeenerik moet zijn. Maar dat hij ook hele gave dingen kan doen. Met al zijn slimheid. Oké, we staan hier goed. Ik bedoel, ik moet sowieso één potje winnen. We zijn... Dat ging slow motion en dat zag er zo zielig uit. Oranje is wel mijn favoriete Rainbow Friend. Maar nu ik de verhalen heb gehoord over hoe groen is gemaakt, hoe blauw is gemaakt en natuurlijk hoe rood rood is geworden, vind ik ze eigenlijk allemaal te gek. Maar nu ben ik heel benieuwd. Wat is dan het verhaal achter geel en roze? Eigenlijk de twee Rainbow Friends die nog niet helemaal zijn voorgekomen in het spel. Ik bedoel, als we kijken naar geel, er zijn twee soorten geels, zeg maar. Klinkt dat logisch? Twee soorten geels. Veel mensen denken dat het zeg maar die soort van eend gaat zijn. Maar er zijn ook mensen die denken dat het een soort van bloem gaat zijn. Bloem? Nou ja, zo lijkt het dan. Groen was natuurlijk een soort van plant. Rood heeft hem letterlijk laten groeien tot een Rainbow Friend. Hoep! Paars. Ik ben trouwens de enige op deze laag. Maar het is wel duidelijk wie roze gaat zijn. Of tenminste, nee, daar is ook nog twijfel over. Je hebt namelijk die soort van alien met die mega grote mond. Die hebben we ook al een keer gespeeld in Roblox. En dan heb je het vriendinnetje van blauw. En om heel eerlijk te zijn, ik zou er niet raar van opkijken als het vriendinnetje van blauw inderdaad de roze Rainbow Friend gaat zijn. En dat rood ervoor kiest om niet de alien te kiezen. Ja, of er zijn twee roze, dat kan ook. Ik bedoel, kijk naar Poppy Playtime. Huggy Wuggy is blauw en het roze monster is Kissy Missy. Of nee, wacht. Niet alleen Kissy Missy, Mami Long Legs is ook roze. Oké, misschien kan het wel. Misschien is rood van plan om twee roze Rainbow Friends te hebben. En dat zou dus betekenen dat één daarvan het vriendinnetje van Blue is. Ik heb gewonnen. En ik had het letterlijk niet door dat ik heb gewonnen. Wat is dit? Lava? No way. We hebben letterlijk de lava... Waar staan we op? Ik ben gevallen. In ieder geval, we hebben de lava blue gevonden. Zo hebben we hier bijvoorbeeld een slaapkamer met blue. Hoe kan ik die zijn vergeten? Ik bedoel, het is vrij basic, maar het is wel de Rainbow Friend waarmee het allemaal begon. En dan ligt hier een soort van sinaasappel. Oh, natuurlijk. Een sinaasappel is oranje. Maar je zou toch zeggen dat er meer op deze slaapkamer... Ja, natuurlijk. Ik denk dat ik het al een beetje begrijp. Op de slaapkamer liggen gewoon alle gewone Rainbow Friends. Alleen paars is hier nergens. Oh man, dit is het feestgedeelte. Eigenlijk het gedeelte waarbij je rent voor je leven. Maar voor Blue is het een feestje. Dan hebben we hier een taart. Maar wacht even, ik zie daar een verkeersspion. Ben je serieus? Als Blue in het verkeer zou werken, dan is dit hoe die eruit zou zien. En hij is niet meer blauw. Hij is oranje. En dan hebben we hier een feesthoedje, maar die ligt er in het spel ook. Wacht even, een bril? Het houdt maar niet op. Er zijn zoveel Rainbow Friends morphs. Deze is geniaal. Oké, wacht even. Je zou toch echt zeggen dat hij meer ligt, of niet soms? Hier overheen? Ja, we hebben een hoedje. Oh, wacht! Daddy Longlegs is blauw. Blauw is blauw. Dus dit is hoe ze er samen uit zouden zien. Abonneer voor meer en adios.